Here we go! Geweldig, jullie weer te zien team. Seuren hier met vandaag weer een nieuwe Pokémon Go video. Sorry, vlog. Voor jullie. Vandaag beginnen we even totaal anders. Want we hebben zometeen onze tweede eigenlijk draft league competitie. Dat zeg ik goed. En daarvoor hebben we het volgende team. Deze inderdaad. Skarmory, Cilio, Victini, Stunfisk, Granbull en Gallade. Nou, twee daarvan moet nog uppen zoals je kunt zien, dus dat gaan we ook even doen nu. Gaan we een keer deze vlog beginnen met wat battles. Dus nou, laten we eerst even uppen, want ik heb dus een Victini. En dat is best wel een toffe Pokémon, dus die gaan we ook even voor de gein gebruiken. Hij moet nog geüpt worden en nog een extra move, dus dat wordt behoorlijk duur. Dat zoals je kunt zien, maar dat maakt niet uit, want het is wel een tof Pokémon, ook voor normale GBO. Dus die hebben we. Dan is volgens mij V-Create de move die je wil met Psychic. Dus ik ga Overheat ga weghalen, V-Create. En dan Fusion is prima. En dan moeten we natuurlijk nog even uppen. Dus dat kunnen we één keer doen. Power up. En dan hebben we nog Zat Candy om hem natuurlijk voor een tweede keer. En nou, dan zie je nog twee keer denk ik inderdaad up. Dus laten we even kijken. Ik ga hem even één Rare Candy geven. Daar doen we maar vier. Drie inderdaad. Dan hebben we er vier. Dan doen we als het goed is nog twee keer power up. Ja, top inderdaad. Dan hebben we nou precies genoeg Candy om hem dus naar de 1495 te krijgen, oftewel zo dicht mogelijk bij de 1500. Dus nou, dat is één, een Victini, en dan moet ik even de goede move geven, of de naam. Zo, en dan een spatie ertussen. Hij is behoorlijk goed voor Go Battle League pleit, qua IV. Kan natuurlijk altijd beter, maar ja, voor een quest is dat niet verkeerd. Dus dat is één. Dan gaan we daarna naar de tweede, dat was Granbull. Dat is een eentje van deze inderdaad. Dan wil ik daarop, eerst even naar de 1495, of hoe die ver die ook gaat. Ja, 1495 wordt hij ook weer uppen, dus als deze. 1495 CP, en dan wil ik waarschijnlijk Charm, Playruff niet. En dan Close Combat en Crunch, dat was hem. Close Combat en Crunch. Crunch heeft hij al, dus alleen een Close Combat nog. Nou, dan gaan we even een Charge TM voor geven. Heeft hij die ook? Huppakee. Gaan we ook die even een goede naam geven. Kijk eens aan, ook weer gebeurd. En dan kunnen we inderdaad onze tegenstander gaan inviten, Jeroen, voor de battle. Zo, en daar gaan we dan. Battles voor vandaag. Geen goede lead. Frostlash tegen een Stunfisk. Dat is niet best. Dus ik moest wel switchen naar Cilio. Nou, ook dat was niet de bedoeling. Want mijn Cilio blijkt water kunnen hebben in plaats van Powder Snow. Dus nou, dat was mijn eigen fout. Maar ja, ik dacht van, oh nee, daar gaan we weer. Dus nou, dat was al een lekker begin van de eerste battle. Slechte lead, slechte moveset en Fien. Toch nog aardig wat schade kunnen doen op die Frostlash en op die Hypno. Dus dat is mooi met twee Body Slams. En hier wist ik niet zeker wat hij nou voor move zou hebben. Focus Blast misschien, Shadow Ball, ik wist het echt niet. Dus dan nou, die eerste doe ik maar even shielden. Daarna kijk ik wel verder. Nou, uiteindelijk was het toch wel goed dat ik één keer had geshielden. Ondanks dat het een Fire Punch was en dus niet heel veel schade deed. Want nou, zoals je kunt zien heeft hij... Ja, drie aanvallen kunnen afkrijgen, nog een paar confusions en aardig wat schade kunnen doen voordat ik die Hypno neer had gehaald. Hier heb ik dan weer het geluk dat die Frostlash natuurlijk inmiddels al wat schade op heeft genomen. Hij twee keer in mijn bait trapt van Mudbomb en ik daardoor de sterkste aanval af kan krijgen. Dus nou, dat is mooi, want dan heb ik het meeste schade kunnen doen tegen die Frostlash. Hier wilde hij eerder switchen, maar dat lukte niet zoals je ook aan mijn reactie ziet. Dus daardoor kon hij extra energie afkrijgen op mijn Stunfisk met Frostlash. Waardoor hij dus waarschijnlijk nog sneller bij de tweede Avalanche kan komen. Nou, hier switchte hij natuurlijk eerder in dan Blastoise. Dus ik dacht, nou, dan kan hij ook eerder bij die tweede Sky Attack komen, want ik heb een voorsprong. Maar dat lukte niet. En dan zag je ook al mijn reactie. Ik denk, ja, hoe kan dat nou? Nou, misschien dat hij heeft geoverfarmd Jeroen bij die eerste Hydrocannon. Dus ja, dat was balen, want ik had echt het gevoel van, nou, als we misschien eerder kunnen switchen met die Skarmory, als het had gelukt. Als ik misschien een betere move had kunnen hebben op die Cilio, had ik misschien kunnen winnen. Maar goed, het is niet gebeurd, dus jammer voor mij. Hier had ik niet moeten shielden, want als je namelijk V-Create gebruikt, dan gaat je defense omlaag en dan moet je natuurlijk shielden. Dus ik had het eerste shield had ik niet moeten doen, dan die twee V-Creates moeten gooien en dan hier pas mijn eerste shield moeten gebruiken. Want waarschijnlijk had ik gewoon die eerste Thunder Punch wel kunnen overleven. Zonder dat dus mijn defense omlaag was gegaan. Dus nou, hier twee V-Creates afgegooid. Dan switch ik wel. En dan heeft hij natuurlijk wel Thunder Punch op zijn Hypno. En ik heb geen shields meer. En daar baal ik natuurlijk ook van, zoals je kunt zien. Dus ja, dat is balen. Maar goed, het is maar even zo. Hier hoopte ik een Waterpuls af te krijgen. Maar zag dat niet meer ging lukken. Dus deed toch maar een Body Slam. Nou, toch aardig wat schade met die Cilio kunnen doen op die Hitmonchan.
Hier treedt één Confusion door. Gelukkig was het een power-up punch. En kan ik ja, met die tweede Confusion snel die Hitmonchan neerhalen. En heb ik dus ook al een voorsprong op Hypno. Dus nou, daar maak ik nu gebruik van. Ik doe meteen V-Create afgooien. Ik wist niet precies hoeveel energie die had. En was bang dat hij anders bij zijn eerste eerder bij zijn move zou komen dan ik. Dus dacht, nou, meteen gooien. Nou, hier zo denk ik dat Jeroen een fout maakt. Want hier gooit hij een Shadow Ball. Maar ik denk dat hij ja, beter twee Avalanche had kunnen gooien. Want ik denk dat hij dat eerder af had kunnen krijgen dan ik bij mijn Flash Cannon had kunnen komen. Maar dat weet ik niet zeker. Dus nou, daarom gooi ik Flash Cannon. Is natuurlijk super effectief. En ja, is daarmee hier Frostlashes neer. Nou, hier zo ja, dacht ik, nou, weet je, ik ga gewoon een Powerhouse Grabble eruit halen. Hij gebruikte zijn Stunfisk, die hij ook in zijn team had, gebruikte die niet. Nou, mooie switch. Dus ik denk, nou, als hij dan Stunfisk niet gebruikt, dan is Grabble eigenlijk gewoon vrij spel om alles te doen. Ja, totdat hij hier zijn Stunfisk wel meeneemt. En had ik natuurlijk beter Close Combat kunnen gooien. Maar ja, dat wist ik niet, want het was gewoon een mooie switch. Gelukkig heb ik een Stunfisk zelf in de back. En ja, hebben we dus nu gelijke shields. Wat doe ik hier zo? Volgens mij doet hij inderdaad hier een mooie bait. Ja, dat is zonde voor mij. Erg goed gespeeld van Jeroen. Risico vol, maar wel goed gespeeld. En nou, heb dus wel, ja, hoe moet ik het zeggen, een paar shields van hem weg kunnen halen. En ja, dus ook nog wat damage bij hem kunnen doen. Want zoals je hier kunt zien, krijg ik nog net een muntbomb af. Helaas niet voldoende om hem te killen, zo te zien. Oh, wel. Oh, wel, dat was een mooie switch voor mij. Oké, okay, dat gaat lekker, dat gaat lekker. Dus nou, snel naar Grimmoed geswitcht om inderdaad dan het laatste te doen. Hier bij Blastoise ja, ik denk dat als ik niet had gegooid, dat ik dan inderdaad bij de Close Combat had kunnen komen. Dus dat is mooi. Want nu heeft hij natuurlijk al wat schade geleden. Ja, kan dit met Skarmory inkomen en kan dus met een Sky Attack kan hij dus killen. Als hij niet naar zijn Dinners switcht op het goede moment. En dat doet hij gelukkig niet. Want hier heb ik inderdaad een Sky Attack. Kan daarmee die Blastoise neerhalen. En nou, wint dus eigenlijk het spel. Want die Stunfisk heeft nog maar een paar. Oh nee, dit was toch spannend inderdaad. Ja. Ik wilde inderdaad hier weer switchen, maar dat lukte niet. Dus ik denk, oh, dat zal toch niet waar zijn dat hij me net dan die rotslide mij dood. Maar gelukkig niet. En kan er ook nog bij een strijd komen. Dus dat was spannend. Ondertussen ook even een shout-out naar mijn moeder en mijn zusje. Die sinds corona zijn geïnspireerd door Happy Stones. Gewoon random stenen die je beschildert. Ergens neerlegt en dan ja, op Facebook plaatst als je hem vindt. Wat je ten eerste wat te doen geeft in deze coronatijd. En ten tweede, ja, ook een beetje gezelligheid creëert. En een soort van community creëert. Zelf gemaakt deze allemaal, dus vind ze echt super tof, hartstikke leuk. En ze hebben er nog veel meer, dus ik ben benieuwd wat ze nog meer gaan doen. Uiteraard heb ik natuurlijk zelf ook mijn eigen bezigheid in het huis. Cashews en pinda's bakken. Dus laten we even kijken of als jullie goed staan, of dat nog is gelukt. Nou, en ik zou zeker zeggen van wel, want ze hebben een mooie lichtbruine kleur. Dat zie je misschien niet zo snel op de video, maar in het echt is het heel anders. En ze zijn nog warm, want ze komen net uit de oven, dus ze bakken nog een klein beetje door. Waardoor ze nog ietsje bruiner zullen worden. Maar dit ruikt goed en ziet er goed uit. En voordat we naar buiten gaan en een stukje gaan lopen, eerst even het plan van aanpak bedenken voor deze dag in het hoofdkwartier van Seuren. Zoals je nu ziet. Ik moet even doordraaien, want dan valt het licht. Even kijken, ja zo is het best. Ja zo is het best inderdaad, want dan valt het licht inderdaad op mij. Vandaag hebben we een hoop te doen. We willen uiteraard level 42 worden in Pokémon Go. Daarvoor moet ik nog twee Eevees evalueren. Eentje naar Espeon, eentje naar Umbreon. Dus in dit weekend wil ik ja, sowieso één van die twee gaan doen. Evalueren. Maar hebben we zoals je kunt zien ook nog een hele hoop Rocket ja, quests om te doen. Dus nou, we hebben hier eentje staan. Volgens mij twee zelfs, want er lag er ook nog eentje in de lucht. Dus die ga ik even snel doen. A few moments later. Nou, dat is één. En dan zie je dat we inderdaad al een aantal quests hebben voltooid. En nog eentje moeten voor een special quest of iets. Een, nee, ook geen breakthrough. Iets voor een Johto. Voor mij voor de Johto research. Dat is hem. Dus nou, laten we even kijken dat we misschien een leuke Aaron kunnen vangen. Het lijkt natuurlijk op een Shiny, want de Shiny heeft natuurlijk ook rode ogen. En ja, een Shadow ook. Maar het is geen shiny, helaas. Een critical catch, dat is echt al super lang geleden dat ik dat heb gezien. Wauw. Even kijken, is dat een goede of leuke IV? Nee, totaal niet. Maar dan hebben we inderdaad wel deze te pakken. Een ja, rocket radar. En die kunnen we zeker goed gebruiken, want
Om inderdaad weer een stapje dichter bij de Johto Research te komen. We moeten inderdaad nog voor de Team Rocket Celebration eentje verslaan. Dan krijgen we ook weer een Rocket Radar. En voor de Johto Celebration moeten we alle drie de leaders verslaan. Dus nou, dan hebben we er eigenlijk al twee en hoeven we inderdaad nog maar zes te doen. Als we dan die Rocket Radar krijgen. Maar eerst even wat andere research. Een Nidoran. Een Ergens. En weer een Nidoran. Nou, dan hebben we deze ook weer verslagen. En dan zitten we inderdaad op die quest. En voordat we dan zometeen eieren gaan incubeten, want dan kom ik zo meteen ook nog op, volgens mij heb ik dat nog niet laten zien. Kunnen we eindelijk even gaan wandelen. Mooi. Oddish is gevangen. Ik ben benieuwd wat we dan nu met die quest kunnen doen, wat we daaruit krijgen. Is dit een beetje een leuke eier? Nou, kan. Geen flauw idee. Ik ben geen rankkenner uit mijn hoofd. Maar goed, dan hebben we in ieder geval deze te pakken. Die Team Rocket Celebration. Dan hebben we een tweede Rocket Radar. Misschien dat ik er een derde bij koop, maar ik denk dat in een aantal dagen wat nog over is voor deze, research. Dat ik dan nog wel zes van die rocket leaders kan verslaan. Nou, hoppatee, Mistrivers, excellent, hoppatee. Even kijken, wat hebben we dan inderdaad te doen? Dus die moeten inderdaad nog drie keer doen. Nou, daar hebben we er al twee van, hebben we al staan. Dan krijgen we een Pokémon ergens uit. Oh, dat is weer die Mistrivers. Dus dan hebben we dat vandaag in ieder geval voor de planning. Die Johto Celebration Event completen. Dus nu we alles binnen hebben gedaan wat we kunnen doen, gaan we lekker naar buiten voor een frisse neus. Daarvoor gaan we het volgende doen. We gaan onze buddy switchen naar een Eevee. Even kijken hoor. Aparte spelling, zeuren, maar net. Oh ja, ik heb inderdaad nog twee. Eentje van 98%. Dan gaan we die inderdaad naar een Umbreon een keertje doen. Want ik wil natuurlijk een Umbreon zo hoog mogelijk hebben qua Eevee. En dan die 96% doen we dan wel een Espeon. Dus daar gaan we 10 kilometer mee lopen. Dat is het tweede doel voor dit weekend. Rocket leaders en rocket grunts verslaan. 10 kilometer met Eevee lopen. En als we die even hebben gevoerd, die Eevee, dan komt het derde doel. Misschien wel het leukste doel naar voren. Dus laten we even kijken. Als de Eevee nou een beetje dooreet van die raspberries. Kijk, het duurde misschien wel 3 jaar voordat hij kwam, maar daar staat Eevee. Dus dat is mooi. Eevee is binnen. En dan, kunnen we nog niet direct doen, hebben we behoorlijk wat eieren staan. Die ook nog veel Stardust opleveren. Die ik voor morgen, voor onze 7-daagse streak, ook wil gaan uitlopen. Precies op dat moment. Dus dit is vandaag ons eerste rondje van de dag. Ik doe meestal 2 rondjes van 1/2 uur. En bij het tweede rondje van de dag wil ik deze erin gaan zetten. Want we hebben, zoals je kunt zien, halve afstand lopen met eieren. Met natuurlijk de super incubator. Ja, zorg dat we aan 1 uur wandelen totaal voor deze eieren wel genoeg hebben. Het zal even oppassen worden, maar nou, dat moet wel lukken. Dus als we dat natuurlijk met onze 7-daagse catch kunnen doen, bonus, etc. gaan we weer aardig wat starters verdienen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dus laten we nu even lekker gaan lopen. Misschien een raid doen. Maar uiteraard op zoek naar rocket runs. En ergens in een speeltuintje hebben we onze eerste rocket leader gevonden. Een Arlo. Dus ik ga die even neerzetten. Ho-Oh met de sweep. Als je een Arlo gaat battelen, jongens, gebruik een Ho-Oh met Incinerate, Earthquake en Brave Bird. Want die ging er even makkelijk doorheen. Elke Pokémon had daar niet al te veel tegen in te brengen. Uiteraard heb je natuurlijk altijd lastige Pokémon. Aardig wat items trouwens. Maar dit was geen verkeerde. Scizor, Beldum, Aggron. Nou, dat waren allemaal Pokémon die Ho-Oh kon hebben. Is de Shiny Beldum, dat zou wel tof zijn, dat maakt niet uit. Als het er niet is. Want een goede IV Shadow zou ook wel heel erg gaaf zijn. Voor in de Premier, Master Premier dan. Dat zou wel kicken zijn. Het is wel even lekker trouwens rustig zo. Als niemand je aan hoeft te kijken. Of dat je midden op straat staat te vloggen. Of een gek dansje staat te doen. Of tegen Pokémon staat te praten, whatever. Dat is wel even een lekker gevoel. Heeft hij goede IV? Totaal niet. Jammer dit weer. Maar wel onze eerste Rocket Leader verslagen. Dus dat is mooi. Daar krijgen we inderdaad niks voor, dat klopt. Dat hebben we net allemaal gehad. En waar is de volgende? Ben ik benieuwd naar. Die is niet echt in de buurt. Dat is jammer. Misschien dat er zo meteen nog een ballon komt. Maar goed, we in ieder geval wel even die Absol doen. Absol verslagen. Begint het wat kouder te worden.
Wel twee herkende, dat is mooi. En mijn batterij is bijna leeg, dat wil ik ook nog even zeggen. Dat is misschien wel het belangrijkste. Dat het koud is, ja. Dat is mijn probleem. Ik weet niet waarom het lag, maar oké. Geen shiny, dat is ook wel jammer trouwens. Want ik heb nu al aardig wat absols gedaan. Niet super gek veel, maar ach ja. Wel een great show, dat is ook mooi. En dan kunnen we een beetje langs naar huis gaan. Dan moeten we nog naar de tweede rocket basis die kunnen vinden. Dat zou ook wel tof zijn. Maar zit erin, dat is mooi. Dus laten we even lekker gaan lopen weer. Wordt ook er wat warmer van. Zo, absol gevangen. Volgens mij zit niet echt een hoge, want die heeft ook rond de 1500. Nou, valt mee. Valt mee. Sorry, absol. Even kijken hoor. Zit daar misschien een rocketbaas? Nee, dat is geen rocketbaas. Zit er misschien ergens in een rocketbaas in de buurt? Want dat zou wel tof zijn als we die nog even op de weg terug kunnen pakken. Nee, ik zie niks. In de buurt. Nou, dan wordt maar even een stukje lopen. En we hebben een eitje. Laten we die even snel openen. Ik zag trouwens vandaag ook een Community Day box in de store. Dus ik voel me af of het een Community Day was, ja of nee. Maar ik heb het nog niet gezien trouwens. Dus ik ben heel benieuwd wanneer dat nou is. Want daar hebben we nog geen video over gemaakt. En dan is hij misschien al morgen. Moet even kijken. Twee kilo met eitje. Nou, die is wel snel uitgelopen. Maar we moeten oppassen dat we natuurlijk die andere eieren ook doen. Nou is hier een... die moet even trouwens wegdoen, die laatste research. Nou is hier weer een Dinnes, een rocket leader. Dus die ga ik weer even doen. Oh nee, laat maar zitten. Never mind. Oh, en even tussendoor. De Eevee heeft 10 kilometer gelopen. En is inmiddels geëvalueerd naar een Umbreon. Zoals je kunt zien sneeuwt het. Dan staan we hier even onder een afdartje. Maar het belangrijkste van vandaag is dat we onze 7-daagse streak kunnen doen. Eieren uit kunnen lopen met een Starpiece. Dus dat gaan we doen. Het is vandaag ook Community Day voor Roselia. Vind ik nou niet zo bijzonder. Dus laten we even goed kijken of dat we het zo goed doen. Volgens mij wel. We gaan de Starpiece aanzetten. Dat gaan we doen op onze 7-daagse vangst. Dus dat wordt lekker veel XP. En daarna gaan we als een gek lekker lopen. Dus laten we deze inderdaad vangen. Dan ben ik benieuwd hoeveel starters het op gaat leveren. Kunnen we meteen kijken. Zo, sorry. Hoeveel starters hebben we verdiend in dit half uurtje ongeveer. Dit is in ieder geval nummer 1. 7-daagse streak. Met uiteraard alle bonussen van dien. Dat is bijna 15.000 dus dat is zeker niet verkeerd. Dan ga ik meteen mijn Kotcha aanzetten. Want die kan dan de rest van de Pokémon vangen. Zodat wij kunnen gaan lopen voor... Even kijken, ik moet even mijn Dinnes aanzetten. Koppelen. Dat is een nieuwe vraag trouwens. Zodat wij naar kunnen gaan lopen voor deze eieren. Dat is natuurlijk heel erg veel kilometer. Dus nou, laten we gaan lopen. Eerste eitje staat punt om te hatchen. Dat is ons 2 kilometer ei. Het is behoorlijk vervelend lopen zo met die sneeuw in je gezicht. Een Mareep. En nou, het kou valt nog mee, maar ja, het is kan leuker. Kijk hoor, kijk, dan doen we naar de volgende al. Dat had ik al verwacht, want ze waren natuurlijk allemaal redelijk goed voorgelopen gelukkig. Goed voorverwarmd en klink. Het is ook niet echt ideaal lopen zo met je shirt open. Momentje hoor. Er staat namelijk een behoorlijke wind, dus dat moeten we niet hebben. Kijk of dat wel even kan spinnen tussendoor, want dat is wel belangrijk, want de pokeballs zijn niet al te veel. Dus ik probeer echt van alles te doen om zoveel mogelijk te spinnen. En dan hopelijk die eieren inderdaad. Ik zag er net ook al pokestops gemist hadden, dus dat moeten we niet hebben. Oeh, het is koud, het is koud. Een timber, niet verkeerd. Klinkt was ik ook minder enthousiast over. 7,34 is ook niet al te laag, dus dat is ook mooi. Oh, die pokestops hebben wel gespind, gelukkig, ik kan het zeggen. Ook gek. Ik dacht net zei hij dat die pokestops niet gespind waren, nu wel. Maar oké, dat is mooi, dan gaat ons plan nog goed in dribbel. Dat is ook wel tof, dat is al heel lang zo diep. Heb ik het ooit überhaupt wel eens gehatcht? Geen hoge. 6,37 of zo is hoog. Maar we gaan lekker. Tenminste. Oh ja, wacht even. We hebben natuurlijk ook nog 12 kilometer eieren. Die waren nog wat langer. Oké, okay, dus dit waren de eieren. Even kijken hoor. Dat is niet verkeerd. En dan hebben we nog een aantal eieren in incubator staan. Die we ook nog uit moeten lopen. Dus die gaan overhouden. Ook wel bijna. Dat is mooi, dat is mooi. Oké, okay, dus we gaan lekker jongens. We gaan lekker. Ik weet nu waarom ik soms, tenminste vroeger, in de winter stopte met vloggen. Want je kan natuurlijk niet met handschoenen aan en je mobiel vasthouden en nog eens opnemen drukken. En nog je camera aan je handen houden. Dus dat doet dat niet meer. Dat is ijskoudband, godzijdank. Maar goed, we hebben net 12 kilometer eieren. Michael, als je kijkt, deze zijn voor jou. Nou, deze misschien niet, maar de andere wel. Er zitten trouwens al 4.400.000. En dat betekent dat we... Als we de 500.000 halen, ongeveer 200.000 hebben gekregen. Dus tijdens dit half uurtje.
Dat zou top zijn. We hebben nog 12 minuten om te lopen. Nou, de volgende 12 kilometer ei. Die eerste was een strikkenis, dat is jammer. Ik ben echt wel een beetje op zoek naar Scraggies, de Dark Team Pokémon. Dit. Waarom krijg je dit uit de 12 kilometer ei? Wat een afzetterij. Dat is echt bizar. Dat is echt bizar dat je een Corphish uit een 12 kilometer. Nou, nou ja, dit alsjeblieft hoor. Dat moet echt niet gekker worden. Dat oké, okay, prima. Eigenlijk nog steeds een schandalig voor woorden, maar. Mijn vingers beginnen heel erg koud te worden, dus ik hoop dat we snel die eieren voorbij kunnen. Oh, want dat doet echt pijn nu. Dat is een toffe, dat is een nieuwe en een toffe. Kijk eens aan, dat is een mooie. Eindelijk een goede hatch. Na die, nou, drie keer niks eigenlijk. Even kijken of die goede IV heeft. Voor deze dan wel. Helaas niet, maar dat maakt niet uit. We hebben in ieder geval onze eerste binnen. En natuurlijk de nieuwe Pokémon. Ah, het begint echt koud te worden nu. Mijn vingers, ik voel ze niet meer. Oh. Ook een goede, niet verkeerd. Ik ben er blij mee. 6,96 is helaas niet hoog, dus dat is wel jammer. We hebben nog aardig wat van deze, dus een beetje balen. Mijn vingers beginnen echt helemaal niets meer te voelen, behalve pijn. Weer een Vullaby, dat is een mooie. Ik zie veel mensen sleeën, 705. Niet al te best, maar kan slechter. Volgende. Ik praat wat rustiger, merk je dat als ik... Als ik koud heb, 752. Ik weet niet of dat hoog is, volgens mij niet. Volgende, oké. Okay. Gaan lekker. Iedereen is wel geboederder voor mijn gevoel. Ja, ik vind het niet erg, jongens, die Vullaby's. Echt waar niet. 24, dat is wel een hoge. En dan hebben we alleen maar 2 kilometer eieren. Oké, okay, prima. Nou, snel weer mijn handen in mijn zakken. Terug in het hoofdkwartier moet ik eerlijk zeggen dat we nog steeds niet het optimale hebben gehaald uit die Starpies. Want we hebben nog onze field research en special research en noem dat maar op vergeten. Dus ja, dat is een beetje stom van mij. Maar goed, dat is nou ook niet zo heel veel, niet zo'n heel groot probleem. Dus laten we die nu even snel doen. Roselia kan die erbij. Nou, dat is altijd leuk en makkelijk. Dit is een Magikarp. Dan missen we dus 1000 dust, omdat we dan breakthrough research niet hebben gedaan met een Starpiece. Nou, 1000 dust is nog te overzien, maar ja, er komen nog veel meer aan, dus... Aan de andere kant had het natuurlijk wel lekker opgestapeld als het wel hadden gedaan. Het is trouwens een Snorlax hier. Ik wist niet eens dat dat een nieuwe Field Research of de Breakthrough Research was. Dat was natuurlijk Chansey. Dus nou, dat is zeker geen verkeerde, een Snorlax. Met dan ook nog eens dubbele candy, want we hebben een gevangen. Meteen bij de eerste tier. Dus top, geen shiny helaas, maar ach ja, dat maakt niet uit. Ook geen goede IV. Jammer dan, prima. Dan kunnen we ook weer een volgende dinners claimen, zag ik. Want we hebben inderdaad 5... Nice Toes gemaakt. Dat is uiteraard een Roselia. Laten we even kijken hoe en wat. 1, 2, huppa, T. Top. Dat hebben we ook gedaan. Dan zit hier ook nog een Roselia. Is dat maar eens een shiny? Helaas niet. Dan maar weer door met de volgende special research. Dat is een glider. Daar heb ik toevallig pas een 100% van gevangen. En die zat in de buurt van de 777. Dus dit is wel een hoge. Of die ook weer een 100% is, dat weet ik niet. Maar het zou wel tof zijn. Want dan heb ik een 100% glider en een 100% Gliscor. Uiteindelijk. Dus laten we even kijken wat voor CP of wat voor IV, kan ik beter zeggen, dit is. Ben ik wel benieuwd naar. Even kijken hoor. Dit is een oké. Okay. Dan hebben we deze. Is dit een goede? Nou, hij is niet verkeerd, maar verre weg van wat ik dacht. En dan hebben we nog eentje openstaan. En dan moeten we nog een aantal Pokémon power-uppen om een volgende quest te voltooien. Nidoran. Nou, hartstikke leuk. Top. Dat is deze. En dan moeten we na een paar Pokémon gaan power-uppen. Nou, dan gaan we even kijken. Eerst wat we hebben gevangen natuurlijk. Dat zijn uiteraard deze. Hebben we daar een shiny tussen zitten. Dat zou wel tof zijn. Oh, wacht, ik kan misschien beter zo doen. Shiny. Shiny zo. 1 shiny Roselia. Nou, doe maar duur zeg. 1 shiny Roselia in het rondje dat we die eieren hebben gehackt. Geen geweldige IV. Ik had er al een paar, dus boeit me niet zo heel veel. En we misschien 100% ergens gescoord. Ben ook benieuwd naar. Een 4 sterren. Nee, de laatste was inderdaad die glider. En daarna nog een aantal Pokémon ervoor eigenlijk. Dus die kan je binnenkort in een evolutieaflevering verwachten. Dus dat waren de vangsten. En dan worden dit de evoluties. Deze dus. Ik bewaar even die 100% Roselia als Roselia. Want ik heb nog een 100% Roserade heb ik al. Dus ik ga dan liever een Elite Fast Charge TM geven. Maar verder heb ik een nummer 18 voor de Ultra League kunnen evolueren. Een 96%, wat natuurlijk ook al niet verkeerd is. En een rank 13 voor de Great League. Dus nou, dan is mijn community day wel voltooid als je het mij vraagt. Maar we hebben dus nog een aantal dingen te doen. Een Pokémon uppen.
nog even een stop spinnen, want we hebben niet genoeg candy of ballen, vind ik. Even een Pokémon hebben. Nou, laten we dan maar gewoon ons legendarische team compleet maken met een Reshiram. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat is helaas geen 10 keer, dan moet ik even het zo doen. Dan hebben we 8 power-ups als goed is, of 7. 8 inderdaad. Dus we hebben in ieder geval een gemakste Reshiram voor de dinners. En dan gaat er net ook gewoon lekker 100 candy geven. Ik vind dat allemaal prima. Even kijken hoor. Dan moeten we naar de 100 gaan. Dan gaan we meteen ook eens de tweede move geven. Ik heb nu toch dus zat, dus laten we het ook maar even lekker gebruiken. We zitten aan de 100 inderdaad. Dus hebben we 93 candy gemist. Nou, dat is niet erg. En dan gaan we gewoon een nieuwe aanval geven. Dat zou wel top zijn. Ja, inderdaad. En dan hebben we meteen een gemaximaliseerde Reshiram. Ook wel tof. Met Fire Fan, Drake Reader, Stone Ash. Dat is niet echt de bedoeling. Wat heeft hij nog meer als Charge Attack? Ik ben wel benieuwd naar eigenlijk. Ovi, dat is inderdaad meer een betere. Ja, vind ik wel leuk. Vind ik wel leuk. Dragon Breath kan ook. Oh ja, Crunch heeft hij natuurlijk ook nog. Nou, kijk maar even. Ik vind dit wel leuker voor nu. Moet hij ook even overheat. Zo, hoppakee. Stop, we hebben ook een gemaximaliseerde Reshiram. Die staat hier ook in ons team van draken en legendaries. Dus dat is al top. En dan moet ik nog een paar power-ups doen. En dan ga ik aan een volgende Pokémon geven die ik al een tijdje op het oog heb. Want eindelijk heb ik eentje. Een goede IV Swine-up. Laten we even power-uppen. 1, 2. Dus dat is ook belangrijk. Appetee. En we hebben die quest gecomplete. Dus nog even verder. We hebben nog steeds ruim boven de 4 miljoen. Dus dat is ook wel top. En dan kunnen we deze claimen. Deze claimen. En dan gaat hij ook meteen die Swine-up maar evalueren. Want nu hebben we toch genoeg dinners teruggekregen. Hoe noem je het? Sinnoh Stones. En dan hebben we, dat is dan de andere 1000 dus die we missen. Maar oké, dat is dan maar even jammer. Misschien nog wel meer trouwens, want we krijgen natuurlijk ook meerdere stappen in deze quest die we moeten voltooien. Dus laten we even kijken. Deze hebben we gevangen. Dan hebben we inderdaad moeten nog 15 Roselia van. En als ik nou zo slim was geweest om dit nou te doen voordat ik ging lopen. Maar goed, kijk, want nu missen we weer inderdaad een hoop dust. Maar ja, dat is mijn eigen probleem. Het is maar even zo. En om de video af te sluiten, hebben we nog een aantal research om te doen. Die van de Johto en die van Roselia. Van Roselia moet ik nog 1 pineberry geven. En als het goed is, is dit een Ho-Oh. Dat klopt inderdaad. Geen shiny helaas. Maar ja, dat is het een mooie manier om deze pineberry te geven. Kijk dus aan bij de eerste ultrapal met een pineberry, dus zit die erin. Volgens mij is het een redelijk hoge. Ik ga even kijken. Kan niet verkeerd, of kan geen kwaad. Met inderdaad de Legacy Move Earthquake. Dus top, die hebben we niet gemist. En dan kunnen we ook meteen die research voor Roselia. Nou, niet helemaal afronden, maar wel weer een stapje verder. Helaas weer 1000 starters gemist, maar goed, dat is mijn eigen schuld nu, weet ik wel. Nou, dat geloof ik allemaal wel, professor Willow. En dan zijn dat de volgende opdrachten. En zo zag mijn Community Day weekend eruit. Een Eevee naar een Umbreon geëvalueerd. Kan van het to-do-lijstje af. We hebben de Johto Quest voltooid. Kan van het to-do-lijstje af. We hebben de 12 kilometer eieren gehatcht tijdens een Starpeach. Kan van het to-do-lijstje af. En ja, het enige minpuntje dan was natuurlijk dat ik die quest van Roselia niet in mijn Starpeach heb kunnen voltooien. Maar goed, dat is mijn eigen schuld. Laat me natuurlijk zeker weten beneden in de comments hoe jouw Community Day weekend is gegaan. Of je nog wat tofs hebt gedaan, of je nog doelen hebt bereikt. Laat me zeker weten beneden in de comments. En de rest mij nog één te doen. Jullie natuurlijk super bedanken voor het kijken en voor al jullie geweldige support. Wordt zoals altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video.